Welkom bij een nieuwe liefdeslegging. Vandaag gaan we gewoon even kijken op liefdesvlak wat we weer mogen doorkrijgen voor het collectief. Ik begin zoals altijd met twee overal energiekaartjes en vanuit daar gaan we gewoon verder de diepte in. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, welkom. Kijk wel of dat reading met je resoneert. Het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat er boodschappen in verwerkt zitten die niet voor jou bestemd zijn. Dus merk je dat je er een twijfel over krijgt, laat het dan lekker los. Dan neem alleen het stukje wat van toepassing is. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, ik zou het heel erg fijn vinden als jullie je eigen zouden willen abonneren. Dan kan mijn kanaal verder groeien en kan ik lieve zielen bereiken. Het is geheel gratis. Als je op het belletje klikt, dan hoef je ook geen video's meer van mij te missen. Ik probeer gemiddeld 3 keer in de week een video te uploaden. Plus daarbij verzorg ik de maandreadingen voor de sterrenbeelden. Ik heb vorig weekend online gezet. Ik ben naar halverwege maand tot halverwege maand gegaan. In plaats van begin tot eind maand readingen. Dus wees welkom. We gaan gewoon lekker beginnen met 2 overal energiekaartjes. En vanuit daar met de tarot verder de diepte in. We hebben past life relationship. Dus het gaat over iemand die je al eerder kent. En er is nu een separation. Een afstand. Dus er is een tijd uit elkaar nu op dit moment. Maar deze persoon blijft altijd in jouw energetisch veld zitten. Dus mocht je deze persoon dus echt vanuit het vorig leven al hebben ontmoet. Dan weet dat dit ook weer gaat gebeuren, die ontmoeting in dit leven of wellicht een volgend leven als de tijd daarvoor is. Niet iedereen zal in dit leven ook die ontmoeting gaan krijgen. Dus ben daarvan op, van op de hoogte. Even kijken, zal ik ze zo neerleggen? Dus we gaan eens even kijken met het erop. Ik moet hier nog een kaartje bij pakken. Oké. Ik vond het al zo raar dat ik ze klaar moest leggen. Maar we laten ons gewoon leiden. We hebben de boot en handen op de kaart. Dus neem een risico. Maar blijf wel op je hoede. Voelt voor mij heel erg. En bij de boot staat ontvang wat je nodig hebt. Er gaat iets arriveren. Maar het kan ook zijn dat er iets afgesloten gaat worden. Dus we gaan eens even kijken wat er dadelijk te betekenen heeft. Het voelt voor mij dat er in dit leven nog iets afgesloten mag gaan worden. Voordat jullie überhaupt met elkaar in union mogen gaan komen. Dus het kan zomaar zijn dat ze hier ook duidelijk aan willen geven. Dat je dus niet op deze persoon hoeft te wachten. Maar dat er eerst nog een andere persoon op jouw pad gaat komen. Waar je ook een hele diepe connectie mee zult hebben. Wat op dat moment eerst nodig is om vervolgens weer verder te mogen groeien. Afzonderlijk van elkaar. Oké, wat mogen we weten? Oh. Onrust in de kaarten. Nou, zie je dat? Nou, ze willen helemaal niet. Nou, nog 1 keer shuffelen, zeggen ze. Ik heb de kaarten vooraf geshuffeld, maar toch doe ik het altijd in beeld ook nog even. Oké, wat mogen we weten? Ik wil 3 kaartjes alsjeblieft. Nou, die kwamen samen. Ja, er kan pas een vooruitgang gaan komen als jij ook door hebt dat jij je eigen niet ergens voor stil hoeft te zetten. Dus mocht jij ervaren van ik voel dat er een connectie is op een hoger niveau. En daar wil ik op wachten. Dan blijf je dus stilstaan. Dan kun je dus ook niet vooruit gaan. En dat is dus wat je voelt. Je mag dus echt vanuit een hoger perspectief jullie kunnen communiceren. Telepathisch. Eventueel in dromen hebben jullie contacten met elkaar. Maar hoe meer jij daar ook mee bezig bent, hoe langer dat proces ook zal gaan duren.
voordat er überhaupt meer richting elkaar kan gaan komen. Er is nog een laatste stuk wat eerst doorheen mag. En dat is dicht bij jezelf blijven. Wel is die manifestatieronde nog steeds actief. En de zon in het midden. Dus er gaat wel een nieuwe doel gesteld worden. Maar het voelt voor mij dat het nu nog even te vroeg is. Dat er nog wat stappen vanuit jouw kant of vanuit de andere partij eerst verricht mogen gaan worden. Want het heeft nog te maken met een innerlijke strijd. Ook vanuit het hoofd afzakken naar het hart. En dit voelt voor mij meer dat het met de andere partij te maken heeft op dit moment. Nou, ze komen echt op kop. Het is nu nog niet de tijd. Wat ik al eerder zei, het is nu niet de tijd. Kaarten blijven op kop eruit vliegen. Ja, het is echt belangrijk trouw te blijven aan jezelf. Ook echt niet in die positie te gaan neerzetten. Want als we gaan kijken dat er echt in het midden de zon ligt. En er zit wel een mooie mogelijkheid in. Maar je blijft vasthouden aan iets wat nog niet de tijd is. Ga in je eigen kracht staan. Ga ook het lichtje naar binnen richten. Ga zien wat er werkelijk aan de hand is. Het kan zomaar zijn dat de persoon waar je mee te maken hebt, nog in een relatie zit. Het voelt voor mij dat deze persoon nu nog eerst een kans aan het geven is in de relatie waar hij nu nog in zit. En dat hij daar dus ook aan wil werken. Dus mocht jij te maken hebben, of misschien weet je wie dit is. En is er gewoon een driehoeksverbinding. Dat er nog een persoon meer in het spel is. Waardoor dit allemaal nog niet kan voortzetten. Mocht er dus iemand in verbinding staan op een diepe zielsniveau met jou. En is er dus die afstand door een derde partij. Omdat deze persoon gewoon nog in een verbinding zit. Dan kan het zomaar zijn dat als jij jouw focus daar te veel op gaat zetten. Dat je het risico loopt dat jullie pad nooit mag gaan kruisen in de vorm waar jij graag aan het wensen, aan het manifesteren bent. Dan kan dat zonnetje voor jullie samen niet gaan schijnen. Het zonnetje mag voor jou gaan schijnen, maar dan is het eerst om in je eigen vertrouwde en geluk te gaan staan. En niet vast te blijven houden aan iets wat op dit moment gewoon nog niet werkelijkheid kan worden. Het kan best wel hard binnenkomen, maar het is wel helaas de werkelijkheid hoe het hier op tafel ligt. Ik pak even de aftertarot erbij. En dan leggen we nog een klein laagje erbij voor jullie. Ja, er kan pas iets nieuws gesticht worden. Als deze persoon ook echt daadwerkelijk de persoon is waar jij oud mee mag worden. Of in ieder geval in union mee mag komen. Deze komt op kop. De persoon waar je nu mee denkt in verbinding te staan is niet de persoon waar jij oud mee gaat worden. En diep van binnen weet je dat eigenlijk wel. Maar hou je vast aan een bepaalde, misschien wel een roze wolk idee. Want er gaat weggelopen worden voor die 10 van munten. Er is een keuze gemaakt. Er gaat iemand weg uit deze situatie. Jij gaat voor jezelf kiezen. En als ik dan eerlijk ben, is het ook het mooiste wat jij op dit moment kunt gaan ervaren. Want het is een, wat ik al zei, het kan goed zijn in dit leven dat jullie niet samen horen te komen, maar dat jullie individueel van elkaar je lessen mag gaan leren. Trouw zijn aan jezelf is heel belangrijk. En het kan zijn dat er kinderen meespelen in de verbinding waar ik het nu net over had. Dat daarom ook iets niet mogelijk is. Dat de balans niet gevonden is. En dat de focus echt op iets anders gelegd mag gaan worden. Als wat je zelf in gedachten had. Er kan pas iets opgebouwd gaan worden. Als daadwerkelijk ook echt ingezien is. Dat bepaalde liefde eerst in jezelf geprojecteerd mag worden. En die eigen stabiliteit neergezet kan worden als je zelf het hef in handen gaat nemen.
Maar daarvoor is het dus belangrijk in te zien dat je zelf jouw hart heel mag houden en krijgen. Dan hoef jij niet een aanvulling van iemand anders te ontvangen. En op een situatie bouwen waar het leven van op kop gaat staan. Een brandend gebouw kun jij niet weer opnieuw op gaan bouwen. Dan moet het tot de fundering weer weg en opnieuw opgebouwd gaan worden. Om weer een stevige fundament te creëren. En voor mijn gevoel mag je die fundament voor jezelf neer gaan zetten. Die overvloed, die rijkdom. Je mag die ook binnen gaan halen voor jezelf. Je hoeft dus niet te wachten op een liefdevolle aanbod van iemand. Maar je mag een liefdevolle aanbod aan jezelf gaan bieden. Dat is het belangrijkste stukje wat ik zei. Al die overvloed kan naar je toe komen als jij jezelf niet meer voor de gek houdt. Daarom komt hier die 10 van munten op kop. Want het is niet de tijd in dit leven om met elkaar in union te komen. Om die acceptatie te creëren. En voor sommigen is het wel dat het dit leven nog zou mogen zijn met deze persoon. Maar het voelt voor mij dat de persoon waar we nu over hebben. Kijk, dus je hebt meerdere soulmates. Hè? Dus het wil niet zeggen dat dit een soulmate is waar jij. Ja, vooral, het voelt voor mij dat sommigen daar de focus op hebben liggen. Maar ze komen echt van een koude kermis terug. Wil je dan daar alles op riskeren om vervolgens niemand anders meer naar je toe te kunnen halen als het de tijd er wel voor is? Want als jij in gaat zien dat je dus op een bepaald persoon niet kunt bouwen. Dat dus niet de zuivere intentie heeft. Dat daar geen stroming en passievolle energie meer in zit. Dat het eigenlijk dood aan het bloeden is. Dan zul je merken dat er een nieuw iemand in je beeld gaat komen. Dan pas kun je daar een succes in creëren. Maar het is dus belangrijk om in te zien dat een persoon waar jouw focus op dit moment op ligt. En het kan ook energetisch zijn, hè? Dat je energetisch voelt, er is iemand. Maar voor mij voelt het dat velen van jullie dus het gevoel hebben dat je een soulmate hebt of iemand al in je leven. Hier heb je nog echt die innerlijke strijd. Jij gaat dit opgeven, hij komt op kop, die strijd is klaar. Je gaat hier niet meer in mee. En dit is het mooie wat je kunt bereiken, want doordat je er niet meer in meegaat en het dus vanuit een ander perspectief gaat bekijken, krijg je dus ook iemand naar je toe getrokken. Kijk eens hoe mooi deze personen voor elkaar gaan zorgen. Dan pas zul jij op liefdevolle wijze iemand aantrekken die jouw leven wel mag kruisen. Die jouw leven wel mag gaan verrijken. Omdat je eerst die liefdevolle energie en aanbod in jezelf hebt gecreëerd. Dus zoek het niet bij een ander, maar je draagt het al in je. En je mag dit stukje in je accepteren. En dan pas kan die liefdevolle beker van iemand anders naar je toe gaan komen. Die eerlijkheid in jezelf is het allerbelangrijkste in deze hele situatie. Ja, het voelt voor mij ook echt wel dat je de focus gaat verleggen. Dat je de inzichten gaat verkrijgen. Van dat je het zelf op in die kracht kunt gaan staan. Dat je dus niet afhankelijk hoeft te zijn van een ander. Je kunt te maken hebben met ram-energie. Die strijd ga je overwinnen. En dan zul je ook merken dat het nergens voor nodig is om nog die strijd te leveren. Je wil naar die vernieuwing toe. Want anders blijf je vastzitten in een patroon waar je niet uit gaat komen. En waardoor je eigenlijk een situatie dood gaat bloeden, zeggen ze. Klinkt heel heftig. Maar het voelt voor mij dat er ergens dan geen vooruitgang meer mogelijk is. Je gaat deze beproeving doorvoelen. Je gaat ook luisteren daarna. Die strijd ga je oplossen. En je gaat dus vanuit de juiste projectie ga je handelen. Het is belangrijk dus niet te starten zijn. En dus ook zeggen van ja, dit is nu dus niet mogelijk. Dus er is niks meer voor mij mogelijk. Weet dat er wel andere personen mogelijk gaan zijn in jouw leven. Die eigenlijk veel beter op dit moment aan gaan sluiten in jouw systeem, in jouw gevoel. Omdat jij dus zo hard met jezelf aan de slag aan het gaan bent. Heb ik afgelopen week ook al genoemd tijdens die reading van die woensdag online is gekomen. Als jij zelf nu zo hard aan de slag aan het gaan bent met jezelf. En je zou nu iemand treffen
Maar jij blijft doorwerken aan de stukken van jezelf. Dan kun je nu dus matchen met iemand. Maar dan kun je goed over een half jaar of over een jaar gewoon helemaal niet meer bij elkaar aansluiten. En dan zul je ook merken van, god ja, ik heb mijn eigen daarin ook belemmerd. Ik heb mijn eigen daarin de focus verkeerd gelegd. Dus als je eerst naar dat punt gaat groeien waar je naartoe mag groeien, dan pas kun jij de juiste persoon aan gaan trekken. Anders blijf je je eigen alleen maar vasthouden in een situatie en dus ook de hoop vestigen op iemand waar geen toekomst mee zit. De lovers ligt hier beneden wel. Dus als jij gaat geloven en op je troon gaat zitten van oké, dit heb ik bereikt, hier wil ik naartoe. Vooral het stukje naar je hogere zelf toe, met je pijnstukken geheeld en je spirituele ontwikkeling vooropgesteld. Dan pas kan de liefde in jezelf gaan komen. De liefde in de union in jezelf en eventueel liefde op een ander gebied. Maar de focus van jouzelf mag echt verlegd gaan worden. Dus vanaf die liefde niet meer op een persoon gericht, maar echt naar jezelf toe. Want ja, wie wil dit nu niet? Wie wil uiteindelijk niet eerst die liefdesbeker en dat hart in je eigen systeem krijgen en heel krijgen? Moet je eens kijken hoe mooi gereinigd deze is. Van de pijnstukken en zielswonden die je in het verleden hebt gehad. Daar zit er geen zwaarte meer in. Die heb je allemaal opgelost. Dus er kan van alles in het energetisch veld gaan groeien. Maar het is dus heel belangrijk echt dicht bij jezelf te gaan blijven. Want dan pas zul jij de juiste persoon naar je toe kunnen halen. En niet de persoon waar jij nu op gefixeerd bent. Dus lieve kijkers, mocht dit jouw reading zijn, dan hoop ik dat je het juiste pad gaat kiezen. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar ik weet dat jij alle kracht hebt om dit wel te verwezenlijken. Geniet ook van de stukken wat je al voor elkaar hebt gekregen. En dan wil ik jullie voor nu in ieder geval bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!